Vandaag zijn we te gast hier in Pathé Amsterdam Arena om de première bij te wonen van de film The Masters. Er spelen natuurlijk een aantal bekende mensen in, maar er lopen natuurlijk ook nog veel meer over de rode loper. We gaan even kijken of zij swag hebben. Breng eerst je leven maar eens op orde. Dag geleden, man. Yo, G, je bent te groot voor deze joint, man. Doe gewoon mee, man. We gaan net zo lang door tot we die nummer 1 hit hebben. Bam! Nou, dat is mijn vriendin. Ja. Zij heeft het thema vandaag heeft ze echt serieus genomen. Ik noem me vanaf vandaag ook Nicki Minaj. Heeft ze niet iets Nicki Minaj-achtigs? Nou, dit vindt ze leuk. Helemaal. Oké, nou kom eens even hier. Nicky komt erbij. Nee, je heet niet echt Nicky natuurlijk, hè? Nee, Rebecca. Zij is positief dan, dat kan niet anders. Ja, goed man. Heb je er zin in? Ik heb er zelf wel zin in. Wordt een beetje spannend. Ik heb hem nog niet gezien. Ja, jij hebt hem gezien. Ja, man. Hoor eens, vertel. Wakker geworden vanochtend. Het was een uurtje of 9. Hoofdpijn, een beetje. Krant gelezen ook. Slecht geslapen. Maar hoe was het? Want je hebt natuurlijk wel weer gekke dingen gedaan. Dit is natuurlijk eigenlijk een rapfilm, een beetje in de Nederlandse scene. Hoe was het om die swag langs je heen te laten voelen? Het is de rol van mijn leven. Het is dat ik eindelijk dit mag doen. Zo. En alleen maar dit. De hele tijd dit. Ik heb erin gespeeld. Ik verwacht natuurlijk heel veel gelach. En natuurlijk ook een traan, hè, van ontroering. Maar ja, die jongens zijn gewoon heel grappig. Weet je? Het was voor mij al een beetje lastig om serieus te blijven op de set. Want ze zijn gewoon echt, echt heel geestig. Ja, zijn het echt van die clowns achter de schermen? Ja, voor en achter de schermen. Ja. Okay. Hoe spannend is dit? Heel spannend. Ja. Kon je er goed van slapen of niet? Jawel hoor. En heb je nou altijd al acteur willen worden of misschien wel rapper? Ja, heel graag acteur, ja, sinds mijn 6e al. Maar toen ik 6 had ik meer het idee van Hollywood, niet van acteren. De host van vanavond? Klopt, ik ga alles aan elkaar praten. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb de trailer gezien. Op basis van de trailer wilde ik die film al zien. En toen ik een telefoontje kreeg van Fernando, weer dit aan elkaar babbelen. Dacht ik, ja, hell yeah. Is toch grappig? En ga je ook een stukje rap of niet? Nee, dat wordt de noise of Holland en dat gaat helemaal kapot, speakers gaan kapot. Nee, ik bak er niks van als vlees zonder kromen. Dat gaat hem helemaal niet worden. Dus maakt het... we leren rappen? Kunnen we doen. Ja, gaan we doen. Wat gaan we rappen? Waar gaan we over rappen? Oké. Yo, daar beginnen ze meestal mee, hè? Yo, we hebben een flow. Dit is mijn bro. En we zitten hier voor de studio. Of is het Pathé? We eten patat altijd met saté. Dit is een freestyle, dus let niet op de woorden. We spelen MC's, net als ritmische akkoorden. Ik weet het ook niet. Ik zit hier ter plekke in een jus. Geen mokker of flavor, maar de Arubaanse jus. Hey, ben je Arubaan? Ja. Ik ook, half. Oh, oh, oh. Dus ik ben dus eigenlijk een brother from another mother. Exactly. Ik ben een beetje wit. Ja, maar dat maakt niet uit. Dus uiteindelijk zijn we één kleur. We bloeden allemaal rood? Dat... Ja, kijk, ik heb met Olly heb ik gewerkt, dat was lachen. Ik heb met Mimoen gewerkt, dat was lachen. En ik ben met Ruben opgegroeid. En dat is één groot feest geweest mijn hele leven. Dus ja, ik verwacht veel lachen. En wij staan hier eventjes te kijken wat hier allemaal staat te gebeuren hier bij de Masters. Het is een gebeurtenis van je welste, toch? Ik vind het masterlijk. Ja, dat is het zeker. Ik wou dat het zo'n feest was als ik jarig was. Maar daar ben ik nog niet belangrijk genoeg voor. Kunnen we regelen natuurlijk. Kijk, met jou moet ik rollen. Ja. We gaan het er straks even over hebben. En wat is dan, als je denkt aan masterlijk, wat denk je dan meteen aan? Eigenlijk aan mezelf alleen. Ja, mag dat? Is dat oké? Kan dat? Wat ga je hiervan verwachten? Vind je dit mooie muziek trouwens? Mijn broer, die een stukje ouder is, die zat er flink in de hip-hop. Hij is uit 66, dus die begon het een beetje te draaien in 1985, The Message. En natuurlijk Rappers Delight en later Public Enemy en N.W.A. Niggas with Attitude, dus ik heb het allemaal wel meegekregen. Ja. Volgens mij ik niet toen, destijds. Ik ben nog niet zo heel oud natuurlijk. Maar nee, maar ik ben ook niet zo oud als Mozart en toch heb ik de moeite genomen om kennis te nemen. Dat is waar. Dat is een hele mooie inderdaad. Jij speelt natuurlijk eigenlijk al comedy veel, hè? Ja, best wel eigenlijk. Popo's, iedere zondagavond op Comedy Central.
Maar ik heb begrepen, volgens mij hebben we een primeur of is het al... Jij gaat een film maken. We hebben de Popo speelfilm geschoten in december. Die wordt nu gemonteerd en als het goed is komt die in het najaar ergens uit. Dan kun je nog geen precieze datum geven, maar het wordt helemaal geweldig. Dus, zet er vast in je agenda. Ergens. Ergens in het najaar. Dus 1 januari 2015. Central NL Film, check it out. Yes, dit is die swag. Dit is de pimping man. Daar is die hoor, dames en heren. De master van vanavond. Ja. Mimoun Al-Issa, a.k.a. Aziz. A.k.a. Golden Boy. Goedenavond. A.k.a. Bontjas. Ja. Vind je hem goed? Ik vind hem goed. Ja, ik vind hem... Kijk, als je hem zo omhangt zo... Nee, hij staat mij beter. Ik wou zeggen. Ja. Nou, de film, je speelt erin. Hoe is dat? Ja, het is fantastisch. Het is voor mij een soort droom. Hè. Ik heb het idee kunnen bedenken. Het script samengeschreven met de regisseur. De hoofdrol. En ik ben ook co-producent. Echt super. Natuurlijk zo'n cast met Ruben van der Meer, Willy Wartaal, Jasmin Sender. Ik ben een gelukkig man. Ja. Wanneer is dit idee van deze film ontstaan? Nou, eigenlijk al een jaar of 7-8 geleden. Toen we het clipje aan het opnemen waren voor het Schnitzelparadijs. En toen dacht ik, ja, volgens mij is het heel leuk om in die setting van de rap. Of eigenlijk gasten die het proberen te bereiken. Dus die niet echt kunnen, om daar gewoon een soort comedy in te laten plaatsvinden. En het, ja, wat ik zeg, iemand als Ruben en Willy passen daar perfect bij. En herken je dat zelf ook in je eigen carrière? Want je bent natuurlijk je bent met van alles bezig. Herken je dat zelf ook? Kijk, in die zin is het ergens, ja, niet zozeer autobiografisch, maar kijk, ik ben natuurlijk als acteur en filmmaker bezig om films aan de grond te krijgen. En ja, rap is natuurlijk echt wat anders, maar het heeft wel parallellen. En ik denk dat het heel herkenbaar is voor iedereen die een droom heeft, of het nou artiest worden is in de muziek iets, of in het sporten, of een zaak zelf. Ja, je gaat heel vaak op je bek. En dat is vaak wel het leukste om naar te kijken. En ik heb begrepen dat ze in deze film wel heel ver gaan voor een doel. Ja, nee, ze gaan tot het uiterste inderdaad. Maar ja, met comedy moet je dat ook hebben. En wat ik zeg met iemand als Willy Wartaal, maar ook Lies Visserdijk die erin zit. Ja, het is gewoon zo leuk om die acteurs gewoon echt iets te geven waar ze gewoon echt all the way in kunnen gaan. En dat doen ze ook met veel succes, kan ik je vertellen, ja. Okay. Ja. En ben je nerveus? Ben je gespannen? Of denk je van, nou, we gaan er gewoon met deze swag, gaan we dat gewoon doen, mensen? Ja, nee, zeker. Kijk, je moet altijd afwachten, weet je al, van hoe het publiek de film ontvangt. Maar we hebben ontzettend goede reacties gehad van sneak previews, mensen die hem al gezien hebben, journalisten die hem al gezien hebben. Ja, en we weten, het is gewoon als je van een film houdt waar je lekker kan lachen, die herkenbaar is en ook nou, wat ontroering heeft, dan zit je gewoon hier aan het goede adres. Waar je met je matties en je homies naartoe kunt gaan. Hey. Ja, zeker. Maar ook voor meiden, voor chickies is die ook cool. Maar zeker voor jongens is het echt een dope film. Ik voel een fanpage opkomen nu. Ja, dat sowieso. En volgens mij ga jij hem organiseren, of niet? Daar denken we nog over na. Nee, komt goed. De wens van de hoofdrolspeler was om met deze film zoveel mogelijk mooie vrouwen naar de bioscoop te krijgen. Dat is gelukt. Ja, ik heb de missen meegenomen. Ja, je hebt ze allemaal meegenomen. Dan moet ik ze nog even terughalen. Zijn de missen? Zijn ze er nog? Oh, moet even terugkomen natuurlijk. Eigenlijk wel. Hip-hop, no rules, remember? Ik ben super snel en ik hou alles warm. Dit is die echte comeback, oké? Okay? Kom mee, man. Je eerste reactie? Ja, er werd ontzettend leuk en goed gereageerd. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Zeker, ja absoluut. En is de spanning er nu af? Ja, zeker. Kijk, het leuke is, we hebben al wat viewings gehad met het publiek. Maar er zijn ook sneak previews gehad. En een aantal journalisten hebben hem gezien. Umberto Tan en dingen. En die waren allemaal enthousiast. Dus dat geeft ook wel een goed gevoel van nou, ja, dat we goed zitten. Ja. Oké, okay, te gek. Nou, op naar heel veel bezoekersaantallen. Ja, zeker. Ik hoop het dat het publiek er maar van mag genieten. Het is gegund. Dankjewel. Goed zo. Dankjewel, man. Leuk dat je er was. En kijk eens naast wie we hier staan. Nou, Sammy. Ja, en hoe was het? Want het was natuurlijk je eerste première, hè? Ja, klopt. Oké. Okay. Het was echt een hele leuke film, vond ik. Ja? Zowel echt heel veel drama als comedy. Wel grappig om die combinatie te zien. Goeie mix daarvan. En hoe vond je dat om jezelf terug te zien? Want je hoort wel eens, als iemand zijn voicemail afluistert, dan denk ik, klink ik zo. Had je dit nu ook zo? Ja, ik vond dat ik een piepstem had. En je hebt ook nog iets gekregen, zie ik? Een bloemetje. Ik denk dat hij naar...
naar mams toe gaan? Als ze lief is. Als ze lief is? Oké. Nou, dan weten we dat. Ja? Nou, heel veel succes en op naar heel veel bezoekersaantallen. Ja. Yes, nou, daar staan we dan naast de regisseur. De voorstelling is net afgelopen. Wat vond u ervan? Ja, ging heel goed. Werd goed gelachen. En ja, ook wel op het laatst moet het nog een beetje ontroerend zijn. En dat lukte eigenlijk ook wel in deze zaal. Ook met die clowns? Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal mafkezen. Maar ze hebben ook allemaal wel een klein hartje. Dus en dat komt toch aan het einde van de film komt dat wel naar boven. En dat viel hier heel goed. Dus het belangrijkste is natuurlijk dat er goed gelachen werd. En dat gebeurde sowieso. Dus, ja, oké. Nou, we staan naast Yasmin Sender. Die heeft natuurlijk al heel veel rollen gespeeld in heel veel series en ook films. Maar nu dus in The Masters. Hoe was het? Mijn rol was te gek. Dat snap ik. En de film? En de film was superleuk. Ik had hem nog niet gezien, dus dat was de eerste keer dat ik hem zag. Ja. En ik ben natuurlijk hartstikke trots op het eindresultaat. Je leest het script van tevoren en dan krijg je een bepaald beeld. En dan zie je het zo op het grote witte doek. En dan wil je eigenlijk, ik wil gewoon nog een keer. Ja. En ik heb heel hard gelachen. En klopt dat beeld nu ook van wat je op het script leest? Nee. Totaal anders? Nee, niet totaal anders. Maar het is gewoon echt leuk, weet je. Ik bedoel, je hoopt dan natuurlijk ook dat de grappen vallen en de momentjes gepakt worden. Ja. En dat werd ook echt gedaan. Dus ik ben super trots op iedereen. Nou, super. Ik zou zeggen, na de afterparty. Ja, inderdaad. Je houdt me op, joh. Ja, dat is waar. Kom dansen. We gaan samen Dag. Kijk, dat is natuurlijk leuk zo'n afterparty, maar iemand moet het doen natuurlijk. Nou ja, ik ga weer even verder. Tot de volgende keer bij Smash TV.